welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond live vanuit De Waag in Amsterdam. Matthijs van Alphen, de laatste keer dat jij te gast was, was het vanuit Music U in Amsterdam. Dat is alweer in 3 jaar geleden volgens mij, bijna 2,5 jaar. Echt waar? Ja. Ja, ik weet nog, begindagen was het. Ja, begindagen. Dus, nou, ja, dus in die tijd, wij kennen jou van MobiPicture, de site om foto's mee te delen. Toen je er toen kwam, kondigde je aan dat je met Tag the Love zou beginnen. Ze kunnen zeggen, een vervolg daarop. Hè? Want je hebt meer dan foto's delen, maar het is eigenlijk het bundelen van tweets, van allerlei, van filmpjes, et cetera. Bundelen van berichten, van dingen die je belangrijk vindt. Daar komen we straks nog eventjes op. Maar deze week... Dat wel duidelijker uitleggen. Ja, ja, maar jij bent altijd heel goed in. Uit ervaring weet ik, als je één man moet uitnodigen die duidelijk kan uitleggen, ben jij het? Ik vind dat je het niet helemaal goed... Dan wil ik dat jij het eerst even doet. Nee, we gaan eerst... Oké, begin dan even met LiveScope. Dat heb je deze week gelanceerd. Wat is LiveScope? Ja, LiveScope is eigenlijk een samenwerking tussen Mojo en Tearsday. En het is een platform waar we eigenlijk voor de live muziek professionals informatie en kennis willen gaan delen. En daarnaast ook evenementen willen gaan organiseren. En het heeft dan eigenlijk tot doel dat het inzichtelijker wordt voor iedereen die actief is in de live muziekindustrie. En of daar als merk iets mee wil. Dus denk aan festivals, concerten, activaties met muziek, artiesten. Dat die mensen beter op de hoogte zijn van wat er allemaal speelt in binnen- en buitenland. En daar één plek voor vindt. Eigenlijk een soort online vakblad voor de live muziekindustrie professionals. Ja, hey, en dat ontbrak nog? Volgens mij is dat er niet. Hey, maar, was het jullie initiatief? Of het is een initiatief van Mojo benaderd om dit te gaan doen? Het is een initiatief van Mojo en Tearsday. En Tearsday, daar ben ik onderdeel van. Dat is een bedrijfje wat ik heb met Gijsbrecht Brouwer. En hij is al heel lang in gesprek met... hij is ook de oprichter van Sportnext. En daarmee heeft hij eigenlijk een soortgelijke omgeving ontwikkeld voor de sportindustrie. En dit is eigenlijk de muziek tegenhanger daarvan. En... de Tag the Love, waar we het zo direct dan nog even over zullen hebben, hopelijk, is de technologie die het eigenlijk mogelijk maakt om al die verhalen bij elkaar te brengen, bloggers een platform te geven en dat op een soort van moderne, nieuwe manier toegankelijk te maken. Sportnext ken ik goed. Als we het zouden samenvatten door te zeggen de Sportnext voor de live muziekindustrie, dan zeg ik niks raars. Nee. Dan, want dan alleen dan de next level. Ja, de next level. Want... Marco Derksen zegt een marketing fact voor de live muziek professional. Heeft hij dan ook gelijk? Marketing fact dat marketing voor marketing professional. Dat weet ik niet meer precies. Nee, Marco Derksen heeft daar ook gelijk, zeker. Ja. Hey, en jullie zijn het gaan doen omdat je zei van het is er nog niet. Maar hoe peil je in zo'n geval of er vraag naar is of er behoefte naar is? Nou, dat is natuurlijk voor de... Het is een samenwerking tussen, nou, dat zei ik al, tussen Mojo en Tearsday. Maar daarnaast zitten er nog een aantal founding partners bij. Dat zijn de Ziggo Dome en de HMH. En Lolles en Lotsky, dat is een designer. En eigenlijk zijn dat allemaal deelnemers in een initiatief met een eigen agenda natuurlijk. Dus Gijsbrecht en ik, die hebben dat heel erg vanuit dat wij doen daar de hoofdredactie. Of Gijsbrecht doet de hoofdredactie. MobiPicture met Tag the Love doet de technologie. En dat is een heel interessant podium. Waar heel veel van onze potentiële klanten ook zitten. Om te laten zien wat je daar allemaal mee kan. En waar dus, nou, wat zeg maar, ja. de koffieruimte wordt van de mensen die wij sowieso willen spreken. Oké, okay, nou is wel een heel groot verschil met. We hadden het net even over Sportnext. Er wordt ongelooflijk veel over muziek geschreven. Overal. Bladen, sites, blogs. Waarin gaat wat straks op jullie platform te vinden is? Waarin onderscheidt zich dat van al die anderen? Nou, al die anderen is heel breed. Maar dus, je hebt natuurlijk muziek sites en als Noisy en bladen als Oor en zo. En dat gaat heel erg over de muziek. Ja. Dit gaat niet over muziek. Dit gaat over activatie, sponsorships die merken doen op Lowlands. Er was een voorbeeld van een blog die nu online staat over NEDAP. Dat is dan een partij die wil jongeren werven, technische jongeren werven. Die zijn nu hoofdsponsor van Lowlands. En die organiseren
iets op het event. Namelijk dat je overal kan inchecken en uiteindelijk na het event een soort verslag in de mail krijgt van jouw Lowlands. En daarmee laten ze mensen zien wat je allemaal met die technologie kan. En het doel van hun is dat je daar, dat ze zo het merk laden onder de doelgroep van mensen die bijvoorbeeld bij hun aan de slag kunnen. En dat is dan een activatie. En de resultaten daarvan en de creatieve invulling van zo'n activatie en zo'n kans die dus ontstaat doordat Mojo zegt van, kom dat maar even maar organiseren. Dus dat gaan we bespreken op het platform. Maar het is dus uiteindelijk veel meer voor de live muziek professionals dan voor de bezoekers van de event. Absoluut. Okay, ja, dat had ik zei over de live... Ja, ik luister niet altijd even goed. Nee, dat begrijp ik. Dus, maar dat is goed dat je het nog een keer vraagt, want veel van jullie luisteren ook niet. Dus de live muziek professionals, die komen daar samen, die delen daar kennis en dat is interessant voor andere live muziek professionals en merken die iets met live muziek. Hey, hoe ga je daar dan uiteindelijk geld aan verdienen? Want die groep is eigenlijk maar vrij klein in Nederland. Dat is secundair. Dat is voor ons niet zo belangrijk. Het is geen doel voor jou. Waarom doe je het dan? Nee, ik vind het interessant omdat al die merken in contact komen met het platform en de technologie. Voor jou is dus Tech the Love, zeg maar. Voor jou is het een methode om bij meer mensen de met Tech the Love... Tech the Love technologie onder aandacht te brengen. Voor Mojo is het belangrijk, gewoon omdat ze daarmee de marketeers in Nederland bereiken, die de potjes hebben, die beslissen of ze in sport investeren, of in muziek, of in cultuur, of in maatschappelijke dingen. Dat zijn, zij proberen allemaal meer te activeren en meer te laten zien hoe leuk het is om op die evenementen iets te doen als merk. Ja. Voor jou is het dus, want toen we het... altijd doen van tevoren vragen van mensen, wat moet er tussen haakjes achter je naam staan? Hè? Hadden we eerst LiveScope staan, maar voor jou is het eigenlijk een bijproduct. Ja, ik ben vanuit Moby Picture en Tag the Love zitten wij in een heleboel verschillende platformen waar wij vanuit de technologie een onderdeel zijn van de onderneming. En LiveScope is dat ook. Ja. Ja. Dus het was in 2012 dat je kwam vertellen dat Tag the Love eraan... aan zat te komen. Als we die periode even in grote stappen proberen te overbruggen. Wat is er tussen toen en nu met Tech the Love gebeurd? Wat heb je geleerd? Wat heb je bereikt? Ja, gigantisch veel. Ik denk dat we 16 versies hebben gebouwd. Toen ik dat aankondigde, waren we bijna met versie 1 live, denk ik. Of net met versie 1 live. We hebben vanuit 2010 tot 2012 hebben we gebouwd aan dat noemde ik toen MobiNow. Dat nou, dat ging over dat we eigenlijk real-time alle mogelijke sociale of blog-content, maar alle content die online te vinden was, op één plek gingen bundelen voor een klant. En in 2012 zijn we begonnen met een soort heel modulair versie daarvan. Dus in het begin was het heel erg moeilijk om die platformen op te zetten en dat kostte heel veel tijd en energie. En vanaf 2012 zijn we eigenlijk met een veel modulaire versie gekomen, die we langzaam aan het uitbouwen zijn nu naar een soort echt off-the-shelf versie, zoals we dat dan noemen. Die je echt wel met je creditcard kan gaan kopen. Je claimt je onderwerp, je beslist wat je sociale media zijn en je kan bloggen via je eigen blogomgeving of via die van ons. Ja. En je kan, ja, en dat beloofde je ons trouwens ook al in 2010. dat kon toen ook al. Ja. Alleen de shelf beloofde ja, ik of de dat hij eraan kwam. Ja, ja, nee, zeker. Dat gaat allemaal veel trager dan je hoopt. En, hoe ver ben je er nu nog vanaf, denk je? Wanneer gaat het gebeuren? Net zo ver als dat ik toen zei. Namelijk, ik hoop dat het heel snel er is. En, toen zei je namelijk het eeuwige dilemma van MobiPixel was toen ook al. Van je, en daarna MobiNow. Je blijft doorlopend implementatie doen voor klanten. Ja. Die weer custom iets willen, waardoor je eigenlijk steeds verder afraakt van je standaard product. De keerzijde van, je hebt helemaal gelijk. Je hebt namelijk geld nodig, dus je moet die klanten stuur je ook niet weg. En de keerzijde is dat je steeds meer over je product en de doelgroep en je gebruikers leert. Dus je product ook steeds beter wordt. Alleen er is inderdaad een... En bij heel veel internetondernemingen, die hebben de tijd niet. En wij hebben de tijd wel, want we zitten zelf volledig aan het roer qua dat er geen externe investeerders zijn. Wij kunnen verbeteren en verbeteren en verbeteren, het momentum bepalen en dan op een bepaald moment het gas geven. En dat is een luxe en het is ook een soort van probleem. Omdat, anders hadden we misschien al veel eerder die knoop doorgehakt en misschien waren we dan groter geweest. Maar zaten we ook meer in een soort dwangbuis, vrees ik. Ja.
Hey, dus, dus in de toekomst wordt het voor een bedrijf of een persoon mogelijk, gaat naar jullie site toe en kan zeg maar dezelfde avond of binnen een uur kan die een platform of een site hebben met de inhoud die hij zelf wil. Ja, en dat het record van een platform opzetten op onze technologie met die modules is 15 minuten. Dus het kan al heel snel. Het is alleen de laatste stappen die heel gebruiksvriendelijk moeten zijn en de hele wereld straks rond moeten. Dat ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren. Ja, maar nou dat livescope, daarvan zeg je, ja, dat is op onze technologie gebouwd. Maar dat, zoals je het vertelt, klinkt het niet echt als een, zeg maar, in een half uurtje in elkaar geknipt en geplakt platform. Maar gaat het veel meer om een kennisuitwisseling, bloggen. In het documentje wat ik zag gaat het, weet je, er is een redactie, er wordt gemodereerd, weet je, dat is allemaal niet schaalbaar en ook allemaal niet simpel. Nee, dus de mensen die ons product kopen of gebruiken, die moeten natuurlijk wel heel erg gedegen dat voorbereiden. Maar vervolgens kunnen ze wel met de technologie voor weinig geld starten en hoeven dus niet daar de... Ja, maar er zit wel bijna altijd, je zult er een flinke editorial, redactionele inzet op moeten doen om tot een goed product te komen. Ja, dat is wel een les die we hebben geleerd. We zijn gestart met, dat we zeiden van ja, we gaan gewoon van alle mogelijke plekken gaan we social content, tweets, YouTube-kanalen, hashtags bij elkaar rapen. Maar er wordt een vergaarbak van wellicht interessante plaatjes of zo. Maar het wordt niet een echte community. Omdat er dan gewoon geen cohesie zit. Dus daar heb je toch enigszins een goede strategie voor nodig. Echt een contentstrategie. En heel goed moet je als merk of als bedrijfje, wie dat dan ook gebruikt, moet je heel goed beseffen of heel goed nadenken over wat zijn je doelstellingen. Wat wil je eigenlijk bereiken met de aandacht die je kan genereren over jouw onderwerp, met de content en de verhalen die je daar aan het vertellen bent. En dat is, daar kom je niet weg door te zeggen van ik ga eens in de zoveel tijd een fotootje plaatsen of een tweetje doen en misschien dan wel een blogje en dan niet. Nee, daar ligt een hele gedegen contentstrategie onder. En dat wordt ook steeds meer verwacht. Dat wordt eigenlijk ingewikkelder nog dan het een paar jaar geleden was. Ja. En als jij al die jaren dat je met verschillende bedrijven verschillende deze sites, platforms hebt opgezet. Wat is er eentje waar je heel trots op bent en waarom is dat een succes geworden? Nou, ik ben altijd wel heel trots op Service Request. Dus we sponsoren al, denk 4 jaar nu, of misschien was het zelfs al de 5e editie, Serious Request. Moeilijk woord, na 15 bier. Via het platform komt ongeveer 40% van alle online donaties binnen. Dus de manier waarop je op een hele laagdrempelige, dat je op een hele laagdrempelige manier traffic kan genereren door gewoon verhalen te vertellen. Hè, dan wel via onze manier, maar door gewoon op je social media content te delen. Mensen de hele tijd terug te halen naar je platform. Dan uiteindelijk lezen ze wel een blog of uiteindelijk klikken ze wel een keer op je doneerknop. En daar zit denk ik de kracht van onze technologie. Je bent eigenlijk op een latente manier met mensen aan het communiceren. Namelijk de dingen die je heel belangrijk vindt, die kan je een plek geven op je website. En je hoeft alleen maar daarna te delen wat je belangrijk vindt. Mm-hmm. En langzaam klikken mensen wel op een commerciëler ding of op een contactformulier. Of ze lezen een blogpost die je heel belangrijk vindt. En dat is eigenlijk waar de grootste kracht eigenlijk zit. Maar ook een platform als Kakiel, wat we hebben natuurlijk in december 2012, toen waren we waarschijnlijk, zaten we hier ook, toen zijn we gestart met zijn platform. Hij deelde toen tot die tijd alleen maar content een beetje op Facebook en op Twitter en had daar wel veel volgers, maar verdiende daar natuurlijk helemaal niks mee. En inmiddels heeft hij meer dan 5 miljoen pageviews per maand op zijn eigen website, waar hij volledig natuurlijk commerciële ding kan doen, zijn baan opgezegd en hij leeft daar gewoon. Ja, mede dankzij jullie platform. Ja, dankzij het platform en dankzij het feit dat hij die traffic kan genereren. En Johan Voets vraagt op Twitter, of zegt eigenlijk, het is een bewering, voor een simpele gebruiker is zo'n platform toch tamelijk onnodig groot. Voor welke doelgroep zijn die off-the-shelf platformen van jou nou eigenlijk bedoeld? En precies om de redenen die je zelf net noemde, zijn het events, bedrijven, sportclubs, bridgeverenigingen, bloggers.
Dat zijn flinke tweets. Dit is de 280 karakter tweet is dit. Johan Voets is gefocust. Nee, dat snap ik. Hij stelt ook altijd fantastische vragen, jongen. We zijn begonnen natuurlijk met hele grote platformen voor Top Notch en voor het Holland Heinekenhuis en voor 3FM, 538 en de grotere partijen. Maar inmiddels werken we ook echt met de kleine bloggers. Dus het is het hele scala. Dus op het moment dat je online iets te verkopen, vertellen hebt, zelfs ZZP'ers... Ja, maar dan wordt het voor mij toch ingewikkeld. Want waarom zou ik nou bij jou een platform afnemen, terwijl ik ook met WordPress mijn eigen blogsite in elkaar kan hacken in een kwartiertje? Nou, dan heb je iets wat niet professioneel is. En bij ons heb je iets wat wel professioneel is. En heel veel mensen komen ook niet het in elkaar hacken van een WordPress. Maar dit platform is veel veelzijdiger dan een standaard WordPress install. Wij zorgen er eigenlijk voor dat je hele alle social interactie niet vanuit je blogpost komt, maar gewoon vanuit het delen van je dagelijkse leven. Dus ik weet niet of je op dit moment een blog hebt. Je had vroeger stekel.nl. .tv was het. Maar als je dan kijkt, ik heb het laatst ook voor mezelf geanalyseerd hoeveel traffic ik kon genereren met mijn eigen blog en hoe ik dat zeg maar 5 jaar geleden deed. En dan zag ik dat ik 5 jaar geleden meer blogde, maar voor een fractie van de traffic. Dus hoeveel blogs maakte jij toen? Twee per week, dus 8 per maand. Nou, ik merkte dus dat ik met 8 blogs toen had ik iets van 7000 pageviews. En nu met 4 blogs, maar ook nog een paar keer de mogelijkheid om simpele dingetjes die ik heb gevonden, die ik via Tag to Love makkelijk kan delen. Fotootjes, een paar honderd fotootjes per maand. Ja. Maar dat ik 40.000 pageviews had in de eerste maand dat ik het platform lanceerde. En dat is gewoon omdat de wereld is een beetje veranderd met hoe mensen content consumeren. En WordPress is heel erg gericht op bloggen. Dus waarom zijn Twitter en Instagram zo populair? Is omdat het heel snel consumeerbare content is. Het zijn even een fotootje, even een paar woordjes achter elkaar. Dat kan je favoriten als je het linkje wilt lezen. Het is niet meer geschikt voor de manier waarop mensen op dit moment content consumeren. Dus ja, soms past het. Maar tegelijkertijd even gewoon op straat. Hè? Dat als je het met mensen over dit soort dingen hebt, zeg je gewoon op Facebook. Wat zou je nou nog ingewikkeld doen? Wat zeg jij dan tegen die Brits vereniging om met Johan Voets te spreken? Waarom moet hij dan met jou in zee gaan? Nou, Facebook is juist een heel erg mooi voorbeeld waarom je juist weer over je eigen platform moet gaan nadenken. Facebook, om te beginnen, die deelt die content die jij daarop zet niet met alle mensen die jou leuk vinden. He, die maakt daar een onderscheid in. Iets wat niet inzichtelijk is voor jou als Facebook-gebruiker. Dat is één. Dus de statistieken die zijn wisselend, maar tussen de 8 en de 12% van jouw likers bereik jij. En dan bereik je ze ook nog een keer met iets wat je heel expliciet moet communiceren. Dus stel, de bridgevereniging die organiseert een nieuw toernooi. Om even bij dat hele leuke voorbeeld van Johan Voets te blijven. Was Voets of Schaap? Schaap, nou Voets. Het klinkt meer als een voorbeeld van Johan Schaap eigenlijk. Maar een Johan, een willekeurige Johan. Dus Johan die heeft dat te communiceren. Dan, op het moment dat hij deelt van volgende week vrijdag is er een bridge toernooi. Dan bereikt hij daarmee 12% van zijn doelgroep. Dan kan je bedenken van hij moet dat 8 keer delen en dan geluk hebben. En dan heeft hij de hele doelgroep bereikt. Dan weet iedereen dat dat bridge toernooi is. En maar wat wij eigenlijk zeggen is, deel nou gewoon de kaarten die je hebt. Of deel interessante feitjes over over dat bridge toernooi. Laat mensen die foto bekijken op jouw eigen website. En zet dan daar rechts daarnaast, volgende week zaterdag is dat bridge toernooi. En dat bedoel ik met dat latente communiceren of impliciete communiceren. Dat op je Facebook plaatsen dat er iets specifieks gebeurt is heel expliciet. Daarmee zeg je, jongens, bekijk dit. Maar wat wij eigenlijk zeggen is van, deel nou echt interessante dingen. En de informatie die je explicieter zou willen verkopen, die zet je eromheen. En dat groom is precies waarom Facebook en straks Instagram en Twitter zo rijk zijn of op papier zo rijk zijn. Is omdat zij eigenlijk die impliciete communicatie
naar zich toe eigenen. Want ze willen dat jij daar zo lang mogelijk op die site blijft, zodat zij zoveel mogelijk advertenties aan jou kunnen laten zien. Ja. En wat wij eigenlijk doen is dat omdraaien. Wij zeggen, je bent daar eventjes, je haalt die mensen uit die omgeving naar je eigen website, naar je eigen platform. Daar bied je ze een veelzijdigheid aan van soorten content, namelijk short format, daar kom je misschien door binnen, dat is dat fotootje. Vervolgens ga je daar rondkijken, want dat Chrome, daar ben jij de baas over. En dan gaan mensen klikken op je kalenderitem of ze zien daar je laatste blogpost. En zo kan je dus met slim bloggen en slim die kleine, zo wij noemen dat snackable content delen, kan je ervoor zorgen dat mensen langzaamaan toch allemaal weer die blogpost ook hebben gelezen en weten dat je evenement op dat moment is. En dat is ook waarom bijvoorbeeld voor Serious Request dat heel erg succesvol is. Die Gerard in zo'n huis, die deelt gewoon een vies drankje of een gast of iets grappigs wat er gebeurt. Dan vervolgens beland je in die omgeving. Bovenaan staat, voordat je die foto überhaupt ziet, staat heel groot, vraag je plaat aan, ga naar de veiling, doneer hier. En misschien doe je dat 20 keer niet, maar de 21ste keer wel. En dan, want dan komt het precies uit en dan heb je identifier in de buurt en dan past het. En heel vaak op de expliciete communicatiemomenten heb je daar even geen tijd voor. Dat is ook zo mooi van het platform Medium, wat een van de meest innovatieve blogplatformen op dit moment is die er zijn. Die laten zien, voordat je op een artikel klikt, hoeveel tijd dat kost. Dus dat zie je bovenaan. Er zijn maar een paar elementen. Er staat niet een lange intro van dat artikel. Ze zeggen de titel, degene die het heeft gemaakt. En je ziet hoeveel tijd het je kost om dat artikel te lezen. En dat is omdat de mensen gewoon, ja, die zitten 90 minuten gemiddeld op het internet. En daarin moeten ze alles doen. En soms hebben ze wel tijd en soms niet. Hey, Vincent Evers wil even weten hoeveel het kost voor een kleine blogger om jouw platform te gebruiken. Ja, Vincent had ik het gratis aangeboden, maar deze huiswerk niet. Ik kwam met smoes naar smoes. Maar we hebben nu nog een soort van. We houden het nu nog enigszins duur, omdat we eigenlijk. We willen nu de top users. Dus bekende bloggers, bekende merken, leuke initiatieven, goede doelen. We willen eigenlijk een soort van echte ambassadors around the brand bouwen door het enigszins duur te houden. Maar het idee is dat het platform 3 keer zo goedkoop is als dat je gaat betalen als je een bevriend WordPress professional inzet. En dan moet je denken dat het is. Ja, de setup zal rond de €500 zijn, dus eenmalig. En dan betaal je een maandelijks bedrag. En dat bedrag zal beginnen bij €50. Misschien wordt het nog wel goedkoper. Maar daar spelen we dus nu een beetje mee. Ja, een dienst die niet hetzelfde, maar er zitten wel vergelijkbare elementen in doet. Dus Rebelmouse. Maar ik geef je alleen aan de prijs. Ik ben een gratis gebruiker of ik heb een persoonlijk account. En dan betaal ik wel een tientje per platform voor, maar toen wilde ik eigenlijk een professionele versie van hebben. Want dat leek me net wel handig voor iemand met wie ik sprak. Dus ik stuurde een mailtje. Ik zei van ja, wat kost het nou om van dat €10 per maand te gaan naar dat professionele account? Nou, dan zei ze een ton. Het gat tussen individueel en professioneel was. Was dat. Vincent die zegt touché, die had ik verdiend. Dus die heb ik binnen. Johan Voets die zegt nog dat tellertje waar je het over had. Daar is overigens een standaard WordPress plugin voor. Dus dat. Het tellertje? Ja. Ik had even een tellertje. Ik praat zoveel. Ja. Hey, maar dat is tof. Maar dit is natuurlijk zo te bouwen. Medium, die ontwikkelt. Het gaat over Medium. Ik heb Johan hier mijn oortje. Maar wat natuurlijk. Kijk, een van de dingen die wij allemaal weten. Wat jij volgens mij. Het belangrijkste wat je hebt vervangen. Is dat je uit de social media feeds. Dat je daar de mogelijkheid in hebt gebracht. Om door te linken naar je eigen platform. Ja. Kijk, als jij met Twitter een fotootje maakt. Ja, dan blijf je in die Twitter feed. Blijft iedereen zitten en die gaat door naar de volgende tweet. Jij hebt natuurlijk die mogelijkheid gecreëerd om die fotootjes afhankelijk via MobiPicture, later via de andere platform, te zorgen dat je traffic gaat genereren naar je eigen omgeving. Toch? Ja, dat is toch het unieke wat jij doet. Een creatieve vriend van mij die niks met internet te maken had, was ik het aan het uitleggen en die zei op een moment tegen mij, oké, dus Facebook dat is eigenlijk een soort McDonald's en jij biedt mensen weer een soort van bistrootje. Dus waar je dus de eigen omgeving weer
Ja, interessant. Ja, dat vond ik wel heel gezien. Ik vond hem mooi. Ik vond hem een mooie simplified. McDonald's. Ja. Hey, maar ja, wat mij lastig voor jou... Van de McDonald's dan van een bistrootje. Dat verbaast me helemaal niks. Ook wel, ja. Maar ja. Dan zie je er ook zo gezond uit. Hey, wat jij net zei, het lijkt me best lastig om te zeggen... want we zitten nu met de klanten die je noemt. Hè? Gewoon mooie klanten die ook bereid zijn om voor kwaliteit goed te betalen. Is het geen spanningsveld om straks te gaan zeggen... aan de ene kant hebben we die klanten nu... en we gaan naar een soort van meer massaproduct toe... waar je de prijs ontzettend moet laten zakken? Nou ja, dat laten zakken doen we echt voor gestandaardiseerde... het zal niet zo erg zijn als Rebel Mouse. Maar ik vind dat... niet lastig, maar het is wel een spanningsveld. Maar ik zie het ontwikkelen nu voor al onze klanten, klein en groot, zie ik echt als een hele grote proeftuin voor als we dit product wereldwijd willen gaan vermarkten. En dan moet het gewoon enigszins gestandaardiseerd zijn. En dan zullen ook via de digital agencies de duurdere versies gaan verkopen. Maar je kan je voorstellen dat je kan ongelooflijk veel modellen maken die... ook de high-end gebruikers... waardoor het nog echt toch wel echt een verschillend product gaat zijn. Maar we zijn in 2015 zullen wij een versie van Mobi Picture lanceren... die eigenlijk technisch hetzelfde kan als wat Tag the Love kan. En dat is een groot project waar we ook al meer dan een jaar aan werken. Maar dat betekent eigenlijk dat je Tag the Love in een soort van... ja, Mobi Picture jasje gewoon krijgt. Daar kan je dus bloggen, daar kan je tweeten, daar kan je alles delen. Een soort van concurrent van Tumblr zal dat zijn. Maar dat is dan ook met een knop om te draaien naar een branded versie. Ja, ja, je gaat dus eigenlijk toe naar twee verschillende merknamen. De ene is voor de massa, de Mobi Picture of hoe het dan ook mogen heten. Ja. En de andere is om op maat een lager bovenop bouwen. Ja. Maar het is echt wat dat betreft ook ondernemen en vallen en opstaan. Want we weten nog niet precies hoe dat moet gaan met dat prijsmodel. En ja. Tot nu toe heeft het prijsmodel ik denk allemaal kunnen financieren. Ik denk dat je er nooit uitkomt. Nee. Dat je in die spagaat blijft zitten. Ik vind, overigens, laat ik even vooropstellen, ik heb ongelooflijk respect voor jou. Want toen ik voor het eerst fotootjes ging maken met mijn mobiel, was jij degene die zorgde dat we dat in één keer via verschillende... feeds konden delen. Mobi Picture was uniek. Ja. Eigenlijk onbegrijpelijk dat ik hier zit. Nee, maar dat het niet heel groot geworden is in die tijd. Vind ik nog steeds hoor. Want je was de eerste wereldwijd die dat mogelijk maakte. Wat we nu allemaal normaal vinden. Dat je een fotootje neemt en dat vloep op al je social feeds staat. Ja, ik heb me daar vroeger ook wel boos om gemaakt. Want ik dacht altijd dat... waarom dan niet? Maar dat komt een beetje door de manier waarop de wereld naar Amerika kijkt. Ja, maar daarom... In Amerika. Daarom kom ik bullshit heeft. Dit is ook jouw manier van werken. Namelijk, jij wil dat. Jij bent onafhankelijk. Je financiert het zelf. Je wil niet versnellen. Je had ook met een vraag kunnen beginnen. Nee, en had die antwoord kunnen geven. Ik ga me eens even wat vertellen. Jij. Of moeten we alleen maar vragen stellen? Hij ging namelijk een mooi verhaal vertellen. Dat de wereld naar Amerika kijkt. En dan ga jij je eigen verhaal. Die mag je dat vertelt ze direct wel. Het was een heel mooie veer kreeg ik. Ik kreeg een veer van Stekel. Ja, dat is op zich ook wel heel, heel waardevol. Maar... we gaan even terug naar Mobi Picture. Vertel dan. Jij krijgt hem een kop van blonde. Kom op, Peter. Je moet af en toe een vraag stellen. Maar af en toe mag je ook wel een verhaal houden. Er zit onwijs veel innovatie in Nederland. En wij zijn snel tevreden... qua groeien. Er zijn ook heel vaak modellen die we hanteren met investeerders, met kleine fondjes die veel te veel percentage vragen voor. En zich veel te veel gaan bemoeien met die ondernemingjes. En ik denk dat het, wat onze vorige gast met Cloakroom ook zei, wat hij had geleerd is... wat had ik weer geleerd? Er was iets. Over dat... Jezus, er was iets wat hij had geleerd. Hij had heel veel. Nou, red hem. Nee, volgens mij waar je naartoe wilde. We hadden het over versnellen. Weet je, waar ga je extern geld zoeken, wat zij natuurlijk wel gedaan hebben. En zeg je dan van, oké, we rollen dit nu bam in één keer in 5 landen uit en we gaan doorpakken, gefocust op dit ene product. Of ben je Matthijs van Abba met Mobi Picture, die in zijn eigen tempo, op zijn eigen manier, maar daardoor ook wat langzamer, met die platformen bezig wil zijn? Of is dat niet het spanningsveld waar jij doorlopend in zit?
Nou, ik wil wel sneller, natuurlijk. En het is lastig om goede mensen te vinden. Maar het is wel een hele duidelijke keuze dat ik geen concessies wil doen aan wat de rest van de wereld van je verwacht. Zolang het lukt natuurlijk. Ik bedoel, ik moet wel de salaris van mijn mensen betalen en de serverkosten van Amazon. En het is allemaal een stuk serieuzer bedrijf dan toen het allemaal begon. Maar het is wel, je hebt gelijk. Het is, ik denk dat het heel belangrijk is om zo lang mogelijk onafhankelijk te blijven. En ik weet alweer wat ik bedoelde. Dat je heel snel je eigen broek op kan houden. Dat heel erg helpt in je beloftes nakomen en ook je beloftes maken. Dus dat is wat de vorige spreker had. Wat ook had geleerd van zijn tijd met... Hij wil vanaf dag 1 wil die geld genereren. Ja, vanaf dag 1 geld genereren. Niet wachten op grote massa en dan hopen dat je... want we hadden wellicht veel groter kunnen zijn met Mobi als we wel hadden gezegd, we gaan advertenties pakken. Had je misschien... We hebben nooit advertenties op het platform gehad bij Mobi Picture. Als we dat wel hadden gedaan, hadden we een paar miljoen per jaar gewoon aan advertentieinkomsten kunnen halen met de traffic die we deden. Dat hebben we gewoon nooit gedaan, omdat we een andere visie hebben. En die visie, dat betekent dat wij er nu nog zijn, anders waren we er niet geweest. Kijk naar Twitpic, kijk naar YFrog en naar alle andere sharing services die wel die route zijn gaan bewandelen. Die zijn er niet meer, ja, behalve Instagram. Maar die hadden geen advertenties. Nee. Dus eigenlijk is het... Die zijn er nog. En die zijn er nog. Maar is dat wel, want dat wilde ik inderdaad ook wel zeggen, heeft dat je wel eens gestoken dat je dacht van godverdomme, weet je wel, het is niet wezenlijk anders van waar ik mee bezig was. Dit was mijn kans geweest. Nou, dat wilde ik eerder zeggen over die Amerikaanse bedrijven. Dat zijn, je moet je voorstellen, wij zijn hier ook met, dat we trots zijn op onze Nederlandse dingen. Alleen, we handelen er niet echt naar. Eigenlijk zouden alle Nederlanders MoPicture moeten gebruiken. Gewoon omdat het Nederlands is. En omdat je gewoon dan iets kan betekenen. En dat je daarmee die economie een stuk kan liften. En ons meer ruimte kan geven om hele vette producten te maken. Ik weet nog dat... Ik had met Jan-Willem Eshuis, had ik aan het begin... toen begon hij met MoPicture. Die was al een tijdje bezig. Toen hadden wij op een zondagmiddag hadden we Share Your Photo of zoiets in elkaar gehackt. Kwaad dat hij was. Dat vond jij werd dan weer agressief van. Om die reden of niet? Ja, een beetje wel. Ik was toen wel wat sneller kwaad ook. Omdat ik zoiets had van... Jongens, er zijn zoveel innovaties die je kan doen. Waarom zou je nou iets maken wat een beetje erop lijkt? Wat er al is. Terwijl we eigenlijk met de voorlopers... Want dat waren wij aan tafel toen. En nu zijn we oude mannen. Ik heb mijn eerste grijze baardhaar. Ja, maar dat je dan gewoon niet zegt van... Hey, we gaan allemaal die handen in elkaar steken. En dat doen die Amerikanen wel. Die Amerikanen die zeggen gewoon... Ja, klopt. Die gooien allemaal slimme mensen bij elkaar. Die hebben genoeg geld. En die gaan gewoon keihard bouwen en roepen en praten. En de Nederlandse media, die bellen mij niet hoor. Die gaan echt niet... in die tijd in ieder geval... Zaten ze echt niet zo van... Oh, leuk, jullie hebben weer een nieuwe feature. Nee, dan lanceerde Instagram een nieuw... Weet ik veel... animatietje bij een like-knopje of weet ik wat. En dan werd het door alle Nederlandse media werd dat opgepikt. En stond het overal, omdat het maar... Amerikaans en maar gaaf was. En ik vind dat... Ja, inmiddels erger ik me niet zo aan. Maar... want weet ik dat het zo is. Maar ik weet wel dat we... Als we het anders zouden doen... Dat we veel harder zouden kunnen zijn gegaan. En veel harder kunnen groeien. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor MoPicture. Dat geldt natuurlijk voor onwijs veel initiatieven. Dus trots te zijn op de dingen die hier gebeuren... En ze meer steunen. Ja. Even terug naar LiveScope. Je zegt eigenlijk dat is een implementatie bovenop... Technisch gesproken op Tag the Love Mobi Picture. Gaan we de komende tijd meer van dit soort implementaties op je technologie zien? Of ga je toch focussen op het schaalbaar maken van je eigenlijke product? Nou, daar focus ik me wel op. Alleen ik merk wel dat wij zitten qua investeringen in 50 platformen. Dat is van het platform van Britt Dekker. Die heeft niet de volle map betaald. En daar ben ik een soort van mede-eigenaar van tot... LiveScope en er zijn er nog veel meer platformen. Er zijn een stuk of 50 nu. En waarom ik dat doe is omdat ik daardoor heel erg de aansluiting vind bij wat de problemen zijn van de mensen die onze technologie gebruiken. Dus ook waar de samenwerking met Gijsbrecht, met Tiersday vandaan komt. Gijsbrecht en ik, Gijsbrecht die adviseert als sportmarketeer
onwijs veel grote sportorganisaties. Van NOC, NSF tot de Rabobank met alle sportdingen tot Ernst & Young. En hij heeft altijd meegedacht over de sport, over de contentstrategie en de online strategie. En we merkten dat de platformen en de projecten waar wij samen in zaten, dus dat is dus technologie in combinatie met een goede strategie, dat waren de echte pareltjes. Dat was waar we prijzen mee wonnen en dat was waar echt hele goede resultaten uitkwamen. En de platformen, er zijn echt wel platformen geweest die wij hebben geleverd aan klanten, waarbij de klanten het gewoon niet goed genoeg begrepen, snapten, budget hadden om aan die contentstrategie te werken. Dus en om even kort door de bocht te gaan, eigenlijk hebben jullie geconcludeerd, wij moeten er zelf redactie op doen. We moeten zelf de strategie mee bepalen. We moeten er dichterop zitten om succesvol te kunnen zijn. We moeten de dynamiek van de combinatie technologie en strategie heel goed snappen. Ja. En daarop kunnen sturen. En dat betekent natuurlijk ook dat. En daarom ga je in zo'n livescope er zelf in zitten. Daarom zei je net, we gaan er ook eigenlijk een redactie op voeren. Ja. Dat gaan we ook zelf coördineren. Ja. Dat is eigenlijk een noodzakelijke voorwaarde voor succes. Nou nee, want er zijn ook heel veel klanten die het zelf doen. Maar die worden opgeleid door slimme content marketeers. En er zijn er natuurlijk een heleboel van in Nederland die ook snappen hoe je online verhalen vertelt. Dus je hebt ons niet specifiek nodig. Maar we merken wel bijvoorbeeld dat we komen nu met een nieuwe versie van onze backend. Dus als je nu een blog wil plaatsen bij Tag the Love, dan werkt dat een beetje als WordPress of als blogger. Of je klikt op ik wil een nieuw blog maken en ik ga dan een blogje tikken en dan kan je het publiceren. Ja. Maar waar wij nu mee komen is een versie die eruit ziet als Google Calendar. Dus wij gaan veel meer nadenken over, en daarmee, door dat te introduceren, helpen wij onze klanten om na te denken over, ik kan met mijn hele planning, zoals die al in mijn agenda staat, kan ik zo direct aan de gang. En dan weet ik wanneer ik een wedstrijd heb, of dan weet ik wanneer een bepaald evenement is of een gig is. Oh ja, dan kan ik dat al daar in mijn agenda zien. Dan weet ik dat ik die donderdag daarvoor even iets gaat delen. En dat delen is dan niet alleen een blog plaatsen, maar dat is ook misschien wel een tweet en een Facebook-update. Dus we zijn een soort Hootsuite aan het maken in de vorm van Google Calendar. En dat is onze publishing stack. Dat inzicht komt alleen maar doordat wij heel erg hard bezig zijn met onze klanten om te kijken hoe je op de beste manier resultaten kan behalen met je contentstrategie. Ja, een mooi voorbeeld. Ja. En die innovatie, ja, als je er niet met je handen in de modder staat, zeg maar, dan kom je daar niet achter. Oké, als we nou jou en Gijsbrecht hier over een jaar uitnodigen, waar staan jullie dan? Nou, dan zitten we hier, maar dan hebben we denk ik een aantal hele mooie cases neergezet en een aantal leuke samenwerkingen. We zijn echt begonnen met een soort sport online content storytelling bedrijfje, maar we zijn nu al, dus de eerste stap is nu naar Livescope. Eigenlijk is niet de eerste stap, we hebben ook voor Jurie van Geest, voor Singularity University en zijn boek, doen we ook al een aantal van dit soort dingen en strategie dingen. Gijs heeft nog De Buik, dus dat is in Rotterdam een hele succesvolle restaurant en food blog platform. Wat ze ook echt uit de grond hebben gestampt met de strategie van Gijsbrecht. Als je daar, het is gewoon online storytelling. Het lijkt allemaal natuurlijk extreem op elkaar. Of je nou verhalen vertelt van wereldkampioen marathon Wilson Kipsang, waar wij de blogs voor maken en ook de helpen met commerciële deals en noem maar op rond schoenen. En of dat je dat nou doet voor restaurantwereld of voor de muziekindustrie, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus wij zien dat er een soort huwelijk is tussen de juiste technologie inzetten en een goede contentstrategie. En daar gaan we gewoon leuke dingen doen. Maar we zijn, het is een bureau wat we samen hebben. En, ja, maar dat is Livescope. En dan als we dan vragen, Tag the Love, zeg maar. Want ik wil gewoon nu weten wanneer we dat platform allemaal kunnen gebruiken. Dat is een belangrijk moment. Ik wil graag dat je je ergens op vastlegt. Nou ja, als je mij kan vinden, kan je het al gebruiken. Dus via Ed Matthijs of via tagthelove.com kan je gewoon een afspraak maken. Dan kan je een afspraak inplannen zelfs. En, met mijn nieuwe tool, hè? En met mijn nieuwe tool. Ja. En kan je gewoon gaan starten. We leveren denk ik 3-4 platformen per week al op. En de commerciële
deals die daarachter liggen zijn heel wisselend. Soms participeren we daarin en soms geven we het gratis weg. En soms we helpen veel goede doelen die er al mee kunnen spelen. Ik hoop, pin me niet vast, dat we echt aan het eind van dit jaar de eerste creditcard platformen gaan lanceren. Maar dat ligt ook een beetje aan de hires. We hebben 3-4 vacatures. Hopelijk vallen er nu 2. Dan kunnen we echt heel veel vaart maken. Maar dat vinden we heel lastig om de juiste mensen te vinden. Ja. Is dat in het algemeen moeilijk of is het Nederland extra moeilijk? Heb je daar nog een idee over? Of? Nee, nou, het is sowieso in het algemeen moeilijk. Maar wat in Nederland is de moeilijkste categorie, backenders? Allrounders die snappen wat jij als ondernemer wil bereiken, zonder dat ze aan het soort handje worden genomen. Gewoon echt een allrounder met zelfwerkzaamheidsvaardigheden. Dat is echt onmogelijk. Hey, nog één allerlaatste vraag. Want de laatste keer dat je hier was, was je vader een deel van de week in het bedrijf gekomen om een klein beetje orde op zaken te stellen, wat organisatie te brengen waar het nodig was. Is hij nog steeds werkzaam bij je? Zeker weten. Die doet ook de back-end van Team Tiersday. Die is heel hard bezig. We hebben net onze werknemersparticipatieregeling helemaal gefixt. Hij doet fantastisch. Je moet hem vanavond niet bellen, want hij moest allemaal klote klusjes oplossen. Die hij had laten liggen. Tenminste, die ik had weggedouwd en die hij moest oplossen. Maar nee, die zit zeker nog in de onderneming. En dat is een van de beste dingen die ik. Dat zei ik toen ook. Maar beste beslissingen. Maar ik ben steeds blij mee. Dus. Zeker weten. Ja, hij doet mee in de participatieregeling. Dus super. Hij is vaste kracht. Ja, hartstikke goed man. Hey, dankjewel. Ja, hartstikke bedankt. Sure. We volgen natuurlijk al die platforms. Ik heb afgesproken dat ik ook bij LiveScope, waar ik wat in te brengen heb, over, ik denk, een half uur de inlogcodes dan. Oké, ik ga niet beloven dat ik vandaag nog bijdrage lever, maar zo snel als mogelijk. Super, dank. Dankjewel man. Hey, jullie bedankt voor het kijken. Iedere dinsdagavond zijn wij live vanuit De Waag in Amsterdam. We danken Streamzilla die het mogelijk maakte dat jullie naar deze live beelden keken, als je live keek. En anders danken we YouTube die ervoor zorgde dat je het via dat kanaal kon bekijken. En daar kun je ook abonneren op dat YouTube kanaal. Op dat YouTube kanaal, natuurlijk. Ja, abonneren. Dat klopt. Maar als jij het al gezegd hebt, moet ik het dan ook nog eens zeggen. Dat is goed. Want zoals hij al zegt, daar kun je op abonneren. En kijken, wat hebben we hier ondertussen in de inbox? Het concept van de jaarrekening zie ik net binnen. Allemaal van je vader. Zie ik net binnenkomen. Ja. Ja. Dat is 30 minuten geleden is nog aan het werken. Ja. Heel goed. De concept van de jaarrekening van Tiersday zie ik net binnenkomen. Dus hij werkt met goede mensen samen. Hey, dank jullie wel. Tot kijk. Dag.